Welkom kijkers bij Golfschool Geldrop. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Mike Vermieringen. En voor de mensen die jullie kennen al, Twan, de general manager van Golfplaza. Ik heb hem gevraagd om wat uitleg te komen geven over een golfset. Vandaag dus ook in tip van de week, is mijn golfset nog wel up-to-date? Ik krijg veel vragen van een leerling van mij, van Mike, die set die ik nu bij me heb. Is er iets? Zou ik eens een andere kopen? Zal ik eerder een putter of zal ik beter eerder een goede driver gaan kopen? Twan, ik wil van jou vandaag een antwoord hebben in Jip en Janneke taal. We kunnen heel dieper op ingaan, maar ik wil vooral eigenlijk van jou horen welke shaft past nou eigenlijk het beste? Is een gripdikte? Klopt die wel? Al die vragen die ik dan krijg, die probeer ik te beantwoorden. Maar jij hebt er net iets meer verstand van, dus vandaar dat ik jou heb ingehuurd. Ja. Is een golfset belangrijk? Ja, de golfset is wel belangrijk. Ja, toch? Als je plezier in je spel wil hebben. Dus laat ik zo zeggen, voor iedere serieuze golfer die serieus met spel bezig is, of met sport, dan is het aan te bevelen om eens kritisch naar de golfset te kijken. Je begint ergens mee, een startset of een geleende set of een gekregen set. Maar op enig moment wil je progressie maken, is het niet alleen techniek. Maar ik denk ook materiaal. Ja. En klopt het dat, heb ik wel eens gehoord, dat een golfer koopt gemiddeld 3 keer in zijn leven een golfset? Een beginnerset, een wat gevorderen en uiteindelijk een custom dat zou golfset kunnen. De levensduur van een set met een stalen shaft, daar komen we dadelijk op, maar die zijn wat korter. Oh. Daar houden we altijd aan van, nou, een stalen set gaat ongeveer 10 jaar mee. Maar een graphite is best wel tijdloos totdat je eigen fysiek weer verandert. Ja. En je krijgt beperkingen en dan gaan we weer opnieuw kijken, is er in materiaal winst te halen. Oké. Okay. Hey, als iemand bij jou, bij jullie de winkel binnenkomt, wat is het eerste waar je meet? De shaftlengte, de gripdikte, het swingtempo voor de shaft te bepalen, of het staal of grafiet? Om een beetje beeld te krijgen vraag ik altijd heel simpel iemands handicap. Ja. Waarbij ik weet dat mensen altijd wel iets lager zeggen. Maar goed, het geeft mij een beeld van wie heb ik voor me. Ja. Kan iemand die bal clean raken? Of heeft iemand nog vergeving nodig in het clubhoofd aan zich? Ja. Gebruikt iemand nog veel gras voor de bal? Dan is het vaak zinnig om een liever clubhoofd te gebruiken. Maar dat geeft mij een beeld van wie heb ik voor me. Als ik dan weet in welke clubhoofden, hè, want het is een wonderenwereld. Je komt die zaak binnen en je ziet heel veel clubs en je ziet eigenlijk door de bomen. Dat valt wel mee, want bijna al die merken hebben een heel vergevensgezind clubhoofd, een groot middengroepje en dan de wat moeilijkere clubhoofden. En dat in verschillende shafts maakt dat je denkt, er hangt heel veel, maar dat valt dus misschien wel mee. Wat ik vervolgens doe, als ik een beeld heb van iemands spelniveau en waar die naartoe wil, is gewoon heel simpel meten. Meten is weten. Dus ik meet zijn lengte, ik meet de lengte van de vloer tot aan zijn polsgewricht en dat geeft mij een beeld van hoe lang moet die club zijn. Oké, en dat is een bepaalde lengte. Dat is ten eerste belangrijk, hoe lang moet die club zijn. Ja. De lengte van de club, als we die gaan aanpassen, heeft dat ook een invloed op de lie. En de lie, heel simpel, dat is de hoek. Dat is deze hoek. Dus de clubhoofd en de shaft. Ja, dus als iemand zeg maar een inch langere clubs nodig heeft, dan gaat in de regel, moeten we dat omhoog bijstellen. Omdat die anders te flat door de bal gaat. Een te flat door de bal geeft een bal naar rechts. En dan heb jij nog niks verkeerds gedaan. Is je techniek goed, heb je goed naar je pro geluisterd. En toch gaan die ballen naar rechts, puur doordat het clubje niet goed is. Weten we dan de lengte van de club, het clubhoofd, dan kijken we ook naar de grip. Maar als ik gewoon die club los vasthoud, mag mijn langste vinger de muis van mijn hand raken. Is het ook een beetje preference of is het echt een redelijke gouden regel die wel klopt? Dat klopt aardig. Okay. Dan kan ik het beste mijn release doen. Is een grip te dik, dat beperkt mij in mijn release. Ja. En krijg ik ook weer niet controle. Ja. Dat is de algemene regel, want er zullen uitzonderingen zijn van mensen die het toch anders willen. Maar dat is de algemene. Nou, dan weet ik dus de lengte. Ik weet het clubhoofd. Ik weet de dikte van de grip. Ja. En pas dan gaan wij kijken van, joh, is er nou iets te halen in qua swingsnelheid? Moet iemand grafiet hebben? En in welke stijfheid? En in welke grammen? Maar is het niet tegenwoordig dat iemand die heel hard slaat
Vroeger zei ze, dan moet je voor staal kiezen en iemand die niet zo hard slaat grafiet. Maar grafiet kun je toch ook in verschillende... Als ik gewoon zeg heren regular, heren normaal. Ja. En dan kijk je gewoon, hoe is iemands tempo? Heeft hij een explosief tempo, dan geef je hem dus een zware regular. Ja. En kom je dus automatisch in staal. Okay. Heeft iemand een heel lijzig tempo, ja, dan geef je hem grafiet. Laat ik het anders zeggen, Mike. Ja. Waar is nou het probleem als je dat verkeerd hebt? Hè? Dus stel dat je absoluut grafiet moet hebben, een lichte vorm, en je hebt staal. Ja. Dat heb je nog. Ja. Dus te stug. Dan ga je gewoon merken dat iemand minder lengte heeft, minder balvlucht heeft. En alles is de vertrekhoek, de hoeveelheid spin en de balsnelheid. Ja. Nou, speelt iemand nou met te stug, krijgt die bal minder snelheid, zijn vertrekhoek is lager. En minder spin. Zonde. Dus er is wel degelijk een hoop te halen door de juiste shaft er dan uiteindelijk in te stoppen. Dus over de shaft zou ik zeggen, dat is eigenlijk de motor. Die bepaalt vooral de balsnelheid. Balsnelheid. Ja. Gripdrukte, ja, is vooral die richting. Ja. En even nog terugkomen op dat clubhoofd. Wanneer zou je dan iemand een makkelijk clubhoofd geven en moeilijk? Wat is je makkelijk moet, en wat is moeilijk? Nou ja, ik pak even twee extreme. De twee uiterste. Zonder dat ik een merk bevoordeel. Ja. Maar dit bijvoorbeeld, dat is heel breed. Ja. Daar zit ook heel veel gewicht onderin. En een gewichtsverdeling naar de buitenkanten van de club. Okay. Dat maakt dat die club heel stabiel is. Heel vergevensgezind. Dus bij off-center hits, die bal die gaat nog steeds vrij aardig rechtdoor. Jip en Janneke Taal zei je, ja, die club is gemaakt om recht te slaan. Okay. Vanaf een bepaald niveau, nou zeg het, en ik heb 18, ga je ook bewust ballen een draw willen slaan of bewust een fade. Dat is met dit soort clubs moeilijker. Okay. Dan ga je dus richting smallere clubs. Andere gewichtsverdeling. Gewichtsverdeling zit in het midden en daardoor kun je die ballen sturen. Oh, Antoine, en dan als laatste nog, hè? Die hybrides. Daar krijg ik ook veel vragen over. Kan ik nou beter een hybride of kan ik beter een woedje aanschaffen? Nee, een hybride is onmisbaar. Want daar zijn al zoveel films van. Een hybride is, kijk, van origine gemaakt voor uit de ruf. Ik lig in de ellende en ik wil er met lengte uit. Ja. En later dacht men, verhip, die slaat eigenlijk wel heel veel fijner dan mijn ijzeren 4 of mijn ijzeren 5. Dus je ziet heel vaak de tweede slag in de baan mensen ook een hybride pakken. Okay. Nou, dan heb je twee verschillende. Ook weer bij ieder merk hetzelfde. Je hebt de wat bredere, ja, die zijn wat liever, die slaan eigenlijk als een hout. Ja. En je hebt de wat smallere, waarmee ik weer meer ballen kan sturen. En die slaan eigenlijk meer als een ijzer. Maar het gros van de mensen vindt die wat bredere fijner. Als jullie nog vragen hebben, reageer even onderin in de comment box over wat je eventueel nog zou willen weten. Het was een kleine samenvatting in Jip en Janneke taal. Vond jij het een goede tip? Geef het een duimpje. En wie weet, wij zien elkaar volgende week weer.